Op mensen, materieel en machines komt het voortdurend aan. Met feilloze zekerheid zullen deze remkabels in de remhaak van het vliegtuig moeten grijpen. De hoge landingssnelheid moet in enkele tientallen meters worden bedwongen. De reminstallaties zijn, evenals de katapult, toevertrouwd aan de machinisten van de doerman. Veelal onderdeks verrichten ze hun verantwoordelijk werk. Elke actie laat zien hoezeer de samenwerking van mensen en machines vereist is in dit grote bedrijf van 1500 man en meer dan 40.000 paardenkrachten. Betrouwbaarheid gaat voor alles en iedere man telt mee. De doorman is niet alleen een vliegkamp op zee. Ook voor de escorterende vaartuigen is hij vaak het moederschip. Veelal voorziet zij het gehele smaldeel van goederen. Van brandstof ook. Mensen. En materieel. Zo vaart de doerman op alle wereldzeeën. Verre landen, afgelegen volken zijn niet vreemd voor haar. Ze voelen zich overal thuis. Thank you.
De bemanning van de doorman is overal thuis. Onder water kennen de duikers en kikvorsmannen de weg. Te land zijn het vooral de mariniers die weten waar te gaan. En de lucht is het element van de vliegers. Ter zee, te land en in de lucht is haar majesteit Karel Doorman paraat. Overal waar haar taak roept.